Goedendag, mijn naam is Steven van de Put. Ik heb een economische opleiding. Ik ben destijds als eigenaar zelfstandige actief geweest in de bouwsector en het projectmanagement. Ik ben altijd geëngageerd geweest op een of andere manier. En sinds 2010 ben ik actief in de politiek. Eerst als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik ben in 2014 minister kunnen worden in de Zweedse regering. Minister voor Defensie en Ambtenarenzaken. En ben in 2018 naar het lokale niveau gekomen. Ik ben vandaag burgemeester van de centrumstad Hasselt. Ik doe dat heel graag. En daarnaast ben ik ook nog Vlaams parlementslid. Het is belangrijk ook dat een stad vertegenwoordigd is in Brussel. En dat is de rol die ik probeer op te nemen. Er is mij gevraagd om 3 lessen mee te geven die ik zou kunnen delen in verband met leidinggeven, leiderschap. En ik zal dat ook doen. Ik ga eigenlijk eerst focussen op het individu, de leider. Daarnaast ga ik het eventjes hebben over hoe pak je dan de taak eigenlijk aan. En tenslotte ga ik het hebben over het publiek, want alleen kan je niks. Je moet ook met mensen omgaan. Een eerste element waarover ik het wil hebben is de leider zelf, het individu, de leider. Heel veel cursussen rond leiderschap starten altijd met jij bent de belangrijkste persoon in de wereld. Want ik zeg dat eigenlijk, voor mij geldt dat niet. Hè. Het gaat over de leider, maar eigenlijk gaat het niet over de leider. De leider moet daar zijn als authentiek persoon in alles wat hij doet. Moet oprecht zijn, moet recht door zee zijn, maar vooral kijken naar wat de belangen van de anderen zijn. Ik kom daar straks nog wel op terug, maar ik denk dat waar men het altijd graag heeft over wat maakt iemand een leider, dat is dan charisma. Wel, charisma voor mij is een hoax, is een fabel. Het is maar wat je doet, hoe je omgaat met mensen, op welke manier je erin slaagt om ook een visie over te brengen op een groep van mensen, om die om te zetten in een resultaat, dat je effectief vooruit gaat als leidinggevende en als leider. In dat kader is authenticiteit volgens mij absoluut belangrijk. Het gaat niet over de leider zelf, het gaat juist over wat hij realiseert en hoe de mensen zich daarbij voelen. Een tweede element dat ik denk dat essentieel is voor goed leiderschap is effectief resultaten behalen. De vraag is, hoe ga je resultaten behalen? Wel, dat is niet door met de grijnende details bezig te zijn, maar te focussen op daar waar de toegevoegde waarde zit. Eigenlijk gaat het voor mij altijd over hoe kan je in wat je doet ook dat extra inleggen waardoor je het verschil maakt met anderen. Verschil niet in afzetten of concurrent zijn, maar verschil veel eer in wat brengt nu effectief bij, hoe kunnen we nu effectief vooruit. En dan spreken we over de lange termijn, onvermijdelijk. Veel wordt afgemeten aan successen op korte termijn en ik denk dat daar juist de continuïteit essentieel is. Dat wil niet zeggen dat resultaat op korte termijn niet belangrijk is, want de resultaten op korte termijn, in het bedrijfsleven althans, korte termijn resultaten, successen, zijn essentieel om lange termijn grote successen te kunnen realiseren. Er zijn heel veel bedrijven die aangetoond hebben dat je dagelijks goede resultaten moet halen om uiteindelijk als groot bedrijf voor de eeuwigheid te kunnen blijven bestaan. Ik heb vorige week nog met iemand gesproken die sprak van kijk, eigenlijk wat ik wil is een bedrijf voor de eeuwigheid maken. Als we zien wat er vandaag gebeurt, is het vaak op korte termijn gedacht. Businessplannen die gaan over 3 jaar of over 5 jaar, maar eigenlijk zou het veel langer moeten zijn, waarde gedreven. Welke is de bijdrage dat iemand als persoon, als groep, als organisatie, als bedrijf wil leveren aan onze maatschappij op die langere termijn. Dus lange termijn voorop, focus op wat het verschil maakt, waar de toegevoegde waarde zit. Maar succes op korte termijn is absoluut belangrijk om op die lange termijn realisaties mogelijk te maken. En een derde punt dat ik wil aanbrengen, of een les die ik geleerd heb alvast, is dat je niks alleen kan. We zeggen altijd, er zijn heel veel
wordt heel veel gesproken over teams en over mensen samen en motivatie. En er zijn 101 verschillende manieren om te beschrijven hoe mensen eigenlijk gemotiveerd kunnen worden, waarin dat heel vaak de ondertoon is: hoe kan ik er nu voor zorgen dat andere mensen gaan doen wat ik wil? Wel, daar gaat het eigenlijk net niet om volgens mij. Het gaat erom te ontdekken wat de echte noden zijn van de mensen waarmee je samenwerkt. Hoe kan je samen dingen bereiken? Wat is hetgeen dat die persoon zelf drijft in dit verhaal? Dat gaat dus bij uitstek niet over ik wil dat dit vandaag op die manier gebeurt. Soms is dat nodig. Zeker in militaire middens zal dat een essentie zijn. Maar eigenlijk gaat het erom hoe kan je zorgen dat mensen vanuit zichzelf een behoefte bevredigd zien door de dingen te doen die ze moeten doen. Ik zeg daar altijd bij, je mag van anderen niet vragen wat je zelf niet wil. Als je te goed bent om iets te doen, vraag het dan ook niet aan anderen om dat te doen. Maar kijk juist wat je kan vinden bij de anderen om dat ook effectief te doen. Mensen worden niet gedreven door mooi vooropgestelde doelen, Excel-tabellen en dat soort dingen meer. Het gaat er juist om, wat kennen zij of wat herkennen zij van zichzelf in dat midden. En als je daarvan kan vertrekken, dan kan je ook echt vertrouwen geven. Controleren moet uiteraard, maar controle nooit in die obvious way, om het zo maar te zeggen. Het is niet de manier waarop, maar vooral ook wat zijn de resultaten, wat zijn de zaken waar je zichzelf heeft in ingekocht en hoe gaat die daarmee verder. Als je dat vertrouwen hebt, dan is het ook belangrijk dat je het vertrouwen hebt dat ze af en toe successen mogen boeken. En nu ga ik bij uitstek en spreken over de politieke wereld, waar heel veel voorbeelden zijn van mensen die op korte termijn gericht zijn op zelf in de media te komen, om op basis daarvan, denken zij dan, te kapitaliseren op korte termijn. Wel, ik zie hier dat we er juist in slagen om iedereen zijn stukje van de zon te laten hebben en daardoor uiteindelijk als groep vooruit te komen. En als die groep vooruit gaat, gaat degene die aangeduid is als leider van die groep uiteindelijk daar ook de resultaten van plukken. Ik ga er nog een uitwerpertje bij doen. Als je met een groep mensen moet samenwerken, is er geen enkel probleem om verschillen te vinden in die groep. En heel veel teambuilding is erop gericht om die verschillen weg te werken. Wel, verschillen zijn daar. De vraag is, wat heb je samen gemeen om daarop verder te bouwen? En heel concreet, toen wij onze coalitie hier in Hasselt gebouwd hebben, was het beste voorbeeld van allemaal, hebben we gezegd van kijk, welke visie delen we eigenlijk op onze stad? Waarom willen wij samenwerken? En is het dan ook nodig dat we over die verschillen nog heel veel discussie voeren? Want die kan heel ver en heel lang duren, heel ver gaan, heel lang duren, dat soort discussies over de verschillen die men heeft. Maar daar kom je eigenlijk geen stap meer vooruit. Dus als we kunnen focussen op hetgeen wat we als gedeelde visie hebben, als gedeeld doel, ik denk dat we dan echt stappen vooruit kunnen zetten.